Yo, beste kijkers. Van Lost Buildings. We gaan vandaag naar een verlaten boerderij. Ergens in Luxemburg. En we zijn heel benieuwd. Want we hebben deze nog nooit gehad natuurlijk. Dus we gaan zien dat alles er nog in staat of niet. Ik zie jullie daar. Tot zo. Je kijkt naar Lost Buildings. De locatie aangekomen, maar het is nu even de vraag: waar kunnen we erin? Ik zie hier al iets. Zie je al wat? Scheur. Er staat ook al lang stil. Lege bedoel ik hier. Yo, beste kijkers van Lost Buildings. We zijn weer in een verlaten huisje. En we gaan het nu allemaal verkennen. Deze hebben we ook zelf gevonden, dus het is wel aardig vet. Let's go. Vette locaties hier, dus ja, hier is de keuken. Het is al een bijbeurt. We hebben dus helaas geen bouwland meer. De keuken. Wauw. Ja, ik denk dat het dak al helemaal, kijk maar. Het dak is helemaal aan het... verrotten, zeg maar, door. Een appelpan. Hier nog wat... keukengerei. Ja, ik zie alleen niks met de camera. Oké, kijk eens of er nog wat in die kastjes zit. Nee. En hier in de woonkamer staat nog een tafel met een schouw en een kinderwagen. Ondertussen lekt het dak, het is ook helemaal verschimmeld. Het drukt hier allemaal op de tafel. Barometer, 10 meter. De klok aan de hoed, gewoon ook hoe die tafel ingericht is. Er staat gewoon nog wat op. Een oude zoutmolen. Pepermolen. Net gewoon al een ledikant. Dus deze mensen die hadden gewoon. Ja, iets van kinderen of zoiets. Ja. En we gaan nu. Schapen doe je niet in een ledikant. Nee. We gaan nu naar boven. Ik denk dat het de slaapkamer was met een wastafel en alles. Slaapkamer. Ja. Het is niet meer echt. Hele vette slaapkamer. Ik ben echt verbaasd nog aan hoe de aantal spullen wat hier nog in staat.
leuk, leuk schattig huisje. Kijk, dit is nog een wc'tje. Wc, ja. Nou, oh, wel kunststof kozijnen. Ja. Als je zo ziet wat hier nog in staat dan, hè. Qua nog een oude compressor, iets in die richting. Ja. Ja, een soort aggregaat voor eigen stroomvoorziening. Ja. Ja. Dit zijn wel echt de schatten waar we naar op zoek zijn, dat gewoon alles achtergelaten is. Ja. Deze hebben we eigenlijk niet veel meer gehad, al wel de laatste tijd. Nee. Oké, okay, Paul. Koelkast. Dit is wat hier nog in ligt. Oh, dit is leeg. Ja, ik dacht allemaal weer door het vlees. Nee. Ach, joh. Ik met een... Zo. Toch wel even mooi dat we dit niet gemist hadden. Een hele oude sherrycan met benzine, diesel, iets anders, olie. Ja, hier bakten ze dan iets in of iets in die richting. Grasmaaier, houtblokken. Paul, waar is dat ding voor wat je nu vast hebt? Om voor de grasmaaier. Ja. Zet zo'n blad aan en dan zo. Ja. Ja, dat is wel echt inderdaad cool, ja. Maar dit was de locatie van, weet je of niet? Ja. Yo, beste kijkers van Lars Bunk, bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was een superleuk huisje ergens in Luxemburg. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En tot de volgende aflevering. En je keek naar Lost Buildings.